Deze week is het Interlandweek en dus zijn de spelers van Jong Oranje bij elkaar gekomen voor twee oefenwedstrijden tegen Tsjechië en Noorwegen. Onder hen ook Thijs Dallinga. De spits van Toulouse beleeft een uitstekend seizoen en wordt zelfs al voorzichtig genoemd bij het grote Oranje. Ik krijg het wel een beetje mee of mensen sturen het naar me door, dus je krijgt het mee en het is alleen maar een mooi compliment. Ik had het niet op gerekend, maar goed, het feit is wel dat die twee spitsen hebben bedankt nu. Dus ja, de kans was groter dan normaal, maar goed, uiteindelijk heeft Ponskoos een andere keuze gemaakt. Ik had er niet gedacht, helemaal niet van Vincent Janssen natuurlijk, omdat die is op dit moment in vorm en die zat er goed in. Dus ja, verrassend, maar feitelijk gezien zijn het concurrenten minder. Dus je komt in principe dichterbij, dus voor mij is het niet per se slecht. Ik speel net mijn eerste jaar in een top 5 competitie en ja, ik ben op dit moment op zich op de goede weg. En ik ben niet iemand die gelijk stappen over wil slaan of die ongeduldig daarin is. Dus ik weet wat ik kan en wat er nog uit kan komen. Dus ja, ik ben wel redelijk rustig onder. En ik moet gewoon minuten blijven maken en goals blijven maken bij de club. En dan hoe snel en wanneer, dat zien we dan wel. Uiteindelijk maak ik die keuzes niet. En ik moet gewoon mijn ding doen. En dan wat de bondscoach beslist, dat is aan hem. En ja, op dit moment vallen de keuzes anders en dat heb ik te respecteren. Iemand die wel bij het grote Oranje zit is Mats Wiever. Vorig jaar nog ploeggenoot van Dallinga bij Excelsior. Dat Koeman in de toekomst een rol naast Frenkie de Jong ziet weggelegd voor Wiever, begrijpt Dallinga wel. Ik vind het echt geniet. Ik heb nog wel redelijk vaak ook contact met hem. Ik kon vorig jaar ook goed met hem. Dus ja, ik vind het prachtig dat hij erbij zit. Het is me gegund en ik vind het ook verdiend. Maar je ziet aan hem ook hoe snel het is gegaan. We hebben vorig jaar ook al tegen elkaar gezegd van met de jongens bij Excelsior, dat als hij de kans zou krijgen dit jaar, dat hij heel snel stappen zou gaan maken. Je kon wel bij Mats ook zien, dat heeft hij vorig jaar ook laten zien, dat de kwaliteiten er wel waren. En dat blijkt nu ook wel, dus dat is top om te zien. Als het aan Dallinga had gelegen, had ook Branko van der Bomen een uitnodiging gekregen van Koeman. De middenvelder van Toulouse is, net als Dallinga, bezig aan een goed seizoen en had daar in de ogen van de spits voor beloond moeten worden. Als je ziet hoe hij de afgelopen 2 jaar presteert, is al vorig jaar een hele belangrijke speler natuurlijk geweest met meer dan 20 assists ook in de competitie. Dus dat liet al wel wat zien en ik denk dit jaar is natuurlijk afwachten hetzelfde voor mij hoe dat zou zijn op het hoogste niveau in Frankrijk. Branko is een hele technisch vaardige speler die het spelletje heel goed leest en technisch gewoon supergoed is en een hele goede trap heeft. Hij heeft weinig ruimte en tijd nodig om altijd een goede beslissing te maken. Maar als je ziet hoe hij onze ploeg zeg maar, op sleeptouw neemt, hoe belangrijk hij is voor ons in de league, dan ja, vind ik dat hij een kans verdient. Dus ja, maar goed, dat is, wie zijn wij om daar over te oordelen? Ik zie Branko natuurlijk elke dag. Dus misschien kijk ik ook een beetje met een iets andere bril uiteindelijk daarna dan de bondscoach. Maar goed, hij doet het gewoon heel erg goed, zelfs met Spierings. Dus ja, dat is, hij moet ook even geduld hebben.